Oké, laten we verder gaan. Laten we voorstellen dat we deze keer toch een apparaat willen ontwerpen wat een dubbele randje heeft. En dan blijven we nog steeds bij de ronde vorm. Maar je wil dat het hier daarnaast een binnenrand heeft. En dit is heel vaak moeilijk, want je moet twee lijnen parallel zetten. En als op bepaalde plekken ja, de afstand toch een beetje verandert, dan wordt het altijd moeilijk. Ja, want dan ziet het niet goed uit. En ja, eigenlijk doelen die heiligen altijd de middelen. Dus als ik zeg, als je echt zoiets wil en moet van vooraanzicht zijn en perfect rond, dan, ja, dan moeten we toch maar een passen pakken. Zo, rondje 1. Bij de passen kan je ook op bepaalde plekken. Oh. Ik ben een puntje voor kwijtgeraakt. Beetje harder aandrukken. Dat hij wel een beetje dynamiek heeft. Dat het niet zo steriel eruit ziet. Bijvoorbeeld hier aan deze kant wordt in mijn geval een beetje donkerder. En dan zetten we de afstand daarnaast. En hup, tweede ronde. Ja. Dus je ziet eigenlijk als je kijkt naar alle schetsen. Ook in de schetsboeken. Dat waren apparaten met een ja, zo'n strakke vorm worden getekend. Dan zie je heel vaak dat ze hebben ook bepaalde schablonen of passer, allerlei hulpmiddelen gebruikt. Of heel vaak is het gedaan, geschetst in een computer, ja? Maar ja, dan is het nog steeds ja, heel mooie twee cirkels naast elkaar. Dit is de rand. Stel je voor de binnenkant voor het display. Ja, dan wil je nog iets doen dat het een beetje spannender eruit ziet. En in mijn geval laten we een beetje hetzelfde stijl houden zoals vorige keer. Alleen dan. Dan zie je ook meer ja, hoeveel anders is het als iets een rand heeft. Maar dan hebben we hier de toetsen. En laten we voorstellen dat we deze keer hier twee toetsen hebben. Nou, dat is niet zo mooi geworden deze keer. Maar die kleinere cirkels kun je wel een beetje uit de hand tekenen. Dat is ook enkele, die heeft geen dubbele rand. Dus dat is niet zo gevoelig. Ja, nou, wat we gaan doen is pakken we hier bijvoorbeeld een C3 en dan laten we voorstellen dat ik ga hier deze stukje dan inderdaad een kleurtje geven. En je kan bijvoorbeeld, nou, dan gaan we hier omheen. Een beetje proberen we snel te zijn en proberen we een beetje de rand te volgen. Misschien is het handig om zo te gaan met je handen. Gewrichten in de handen beter werken, dus die kant inkleuren in plaats van andersom. Of toch meteen met de dikke wand, met de. Nou. Moeilijk! Ik vind het heel moeilijk altijd, dit soort dingen. Ja, als je veel kleurplaatjes hebt ingekleurd, dan gaat het misschien makkelijker. Oké, dus hier is de randje. En ik ga aan de ene kant de rand een beetje, nadat het droogt, donkerder maken. Dat het niet eruit ziet als een. Als een kleurenplaatje. Je hebt in de werkelijkheid nooit de ja, perfecte, egale licht op allerlei oppervlakken. Ja, dat maakt het realistische tekening als je ook probeert een beetje verschillen te laten zien. Dan hebben we hier nog een aantal kleuren. 3, 2, 1, 2. Ja, hier is 2, 1. Even kijken hoe licht het is. Ja. Of pak ik, doe maar 1. Ik wil hier een heel lichte buitenkant maken eigenlijk. Ja, en de display. Nou, dit is echt überlicht. Doen we dan met de 3. Of 2. Dat het een beetje displayachtig eruit ziet. En dan stel je voor dat dit wordt hier in een vlakke ja, soort van plaatje. En dan bij vlakke plaat dan kan je ook vaak een lichtrichting kiezen. En dan dit worden dan een soort van toetsen en dit ga ik nog extra, zodat met zo'n half maandje kan je een toets achterlaten eruit zien, ja? En
En dan, ja, hier moet je ook iets op het display zetten. Dan heb je hier een of andere tekentjes die doorheen lopen. Puntje, 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 puntje. Ja, je moet alles zo simpel en symbolisch mogelijk maken, want ingewikkelde dingen maken het allemaal moeilijk. En laten we voorstellen dat het in deze kamer is het maar 90 graden. Dit is weer een soort van thermostaat. Ja. Oké. En dit is van een of andere designmerk. En dan kan je hier aan een of andere logo opkomt. Ja, bijvoorbeeld. En dat maakt het ook meteen een beetje meer gedetailleerd. Dan kunnen we ook een beetje schaduw erachter zetten. Want we hebben ook de andere kant. Want die zorgt ervoor dat het een beetje loskomt van de papier. Ja, en ja, dan zie je dat meteen hoe anders het is en een product bijvoorbeeld. Hier heb ik ook al een beetje geoefend van tevoren. Tuurlijk. Met zo'n rand of zonder. Oké, dus dit was iets wat ik wilde laten zien. En ja, dan komt een volgende. Ik wilde nog iets doen. Ja, je kan heel veel ideeën bedenken eigenlijk tijdens het schetsen. Dus daarom vind ik het vaak een beetje moeilijk om vormgeving en schetsen van elkaar te scheiden. Nou, kijk, hier is onze weer een ronde apparaat. En als je hebt grote afstand, oh ja, dit is wat ik wilde laten zien. Dus als je hebt kleine afstand, dan moet je wel hulpmiddelen gebruiken. Als je hebt grote afstand, dan kan je meestal redelijk goed het met de blote hand tekenen. Want als je hebt een beetje afstandsverschillen, dan valt het veel minder op. Ja? En dan gaan we hier een beetje in andere grapje maken. En dit keer gaan we toch de display in het midden houden. Dus dit zijn altijd de leuke creatieve mogelijkheden. Dus stel je voor dat ik heb hier in het midden de display. Wordt nu 21 graden. Ja. En de buitenkant wordt dan de toets. Ja. En dan in dit geval ga ik een beetje hier accenteren. Dat dit lijnen worden. Randen. En het altijd goed werkt om eerst met een C2 langs de randen heen gaan. En hier, als ik het een beetje consequent doe, dan ziet het meteen veel driedimensioneelder eruit. Ja, en dan nu gaan we beginnen te proberen de toetsen een beetje grijs tint te geven. Ja. En dan dit wordt een omgekeerde apparaat. Ja, en dan wachten we even dat het droogt en pakken we een beetje donkerdere grijs tint en dan kan je hier de randen een beetje dubbel maken. En dan kies je bijvoorbeeld dit is de schaduwkant, dit is de schaduwkant en de andere kant ga je niet bijvoorbeeld donkerder maken. Oké, en dan nu kunnen we hier weer een halfmaanachtige schaduw erachter zetten. Yep. En ik heb een nog donkerder tint. Oké.
Dus dit is ook een leuke optie. Nou, dit waren nog een aantal ronde apparaten.